Met de ijsbaan op het Kerkplein kon eindelijk weer het traditionele fluitketelschuiven georganiseerd worden. Fluitketelschuiven, hoezo? Ja, dat is al jaren bedacht door Erik Wallenburg. En je ziet het, iedereen is bloedfanatiek. Het is afgeleid van het curling. En superleuk. We hebben per voorronde 8 teams en we hebben 2 voorrondedagen. Dus 16 teams. Nog favorieten? Ja, de brandweer is altijd wel sterk. Smash for Life is altijd sterk. Ontstekkie. En AMVZ, die doen al jaren mee. Die hebben allemaal al wel gewonnen. Dus leuk. Ja hoor. Eerste punt voor de brandweer. Hoe gaat die? Middelmatig, moet ik zeggen. Zo middelmatig? Elke keer net 1 puntje, geen 2 puntjes. Houdt het spannend, maar ik hoop dat we nu de eerste 2 punten binnen kunnen halen. Eerste keer dat jullie meedoen? Nee, wij doen nu voor de vierde keer mee, denk ik. Ja, vierde jaar. Maar het is wel een paar jaartjes niets geweest, hè? Nee, klopt. Je hebt natuurlijk corona gehad en ijsbaan niet genoeg. Vrijwilligers. En ja, toen is het een paar jaar niet doorgegaan, maar nu zijn we er weer. Dus doen we ook gelijk weer mee. Nog geoefend? Nee, ja, er is nergens ijs om te oefenen verder. Dus het wordt heel moeilijk om te oefenen. Ja, ik kan natuurlijk een koekenpan pakken uit de keuken. Ja, maar om die zomaar over de straat heen te laten glijden, dat is toch anders dan over het ijs. Voor de hoeveelste keer ligt nu de ijsbaan hier in Zeewolde? Even uit het hoofd, 15e keer. 15e keer alweer, want het heeft een paar jaar, kon het niet doorgaan, hè? Ja, wegens corona heeft het een paar jaar of 3 jaar even stilgelegen. Dus vandaar dat we niks kon 3 jaar, maar het kan ook zijn 4 jaar, want ik wou het vorig jaar weer wat beginnen. Maar het moet even stoppen er nog mee. Want het is niet te doen met zonder dat we te weinig vrijwilligers hadden. En corona was een klein beetje om de hoek. Dit jaar genoeg vrijwilligers? Ja, we hebben genoeg vrijwilligers. Maar aan het eind is het toch wel weer zo. Dan kijken we, hey, die is nog, heeft zich teruggetrokken. En die zegt van, ik moet toch een andere keer, ik moet naar de familie toe. Maar we krijgen het er rond. Volgend jaar weer? Zeker weten. We proberen het, daarom hebben we nu begonnen. We hebben gezegd, als we nu niet doen, ja, dan is het in het verleden, dat moeten we niet doen. We gaan gewoon door. Volgend jaar hebben we nu even kijken hoe we beter kunnen aanpakken met vrijwilligers. Met koekjes open. Dan gaan we volgend jaar zeker door. En kijk eens.